Vroeger waren we bang voor de inbreker, de overvaller die ons pand binnenkwam, een laptop kwam halen of een portemonnee kwam stelen. Vandaag de dag is het probleem nog groter en vooral onzichtbaar. We praten vandaag over cybersecurity samen met onze security specialist Jeroen Henske in het kader van ransomware. Jeroen, goeiedag. Goeiedag. Leuk dat je bij mij op de bank zit. Vandaag hebben we het onderwerp ransomware en ik ben heel erg benieuwd naar jouw uitleg wat ransomware is. Leuk om hier in de studio te zijn, inderdaad Joost. Ransomware is opeens weer heel hot. Ransomware is niet iets nieuws, bestaat eigenlijk al jaren. Maar er zijn enkele grote incidenten geweest waarbij ransomware nogal wat stof heeft doen opwaaien. En ransomware is een stukje malware. Malware is een kwaadaardig programma. Vroeger hadden we het over virussen. Nu hebben we het vooral over malware, de verzamelnaam voor alle kwaadaardige software die er is. En wat ransomware doet, is de belangrijkste data waar jij iedere dag mee werkt als organisatie en waar jij van afhankelijk bent, dat zet het op slot. Het past een encryptiealgoritme toe en daardoor kun je het niet meer gebruiken. Het is onleesbaar, het is niet meer bewerkbaar. En alles waar jij je geld dan aan verdient staat op slot. Dus dat heeft mega veel impact. En als je dan kijkt naar de kenmerken, hè, want je benoemt nu al wat dingen, maar dan is het al zover. Zijn er kenmerken vooraf die ik kan signaleren? Ja, het gekke is dat iedereen nu op zoek is naar de oplossing tegen ransomware. Want ransomware is het probleem, zo wordt dat gezien. Dus de eerste reactie is vaak een tool zoeken die ransomware beert, maar het gaat veel verder. Het is echt een onderliggend probleem. Het gaat over je algemene cyberhygiëne die daaraan ten grondslag ligt. Want ransomware is uiteindelijk, je moet het vergelijken met het mes op de keel. Het ultieme middel om jou onder druk te zetten om te betalen. Dat is vaak hoe het werkt. De criminelen zetten je boel op slot en jij moet een flink bedrag betalen om je bestanden weer terug te krijgen. Dus de oplossing is niet je wapenen tegen ransomware. Het gaat over het algehele security beleid van je organisatie. En dan heb je het niet alleen over de technologie, maar vooral ook over de processen en de menselijke kant in je organisatie. En kun je dan uitleggen, hè? Want we zien nu dat het heel veel gebruikt wordt en dat er heel veel onderliggend is wat de oorzaak is. Maar waarom wordt het gebruikt? Omdat het een heel succesvol afpersingsmiddel blijkt te zijn. Er zijn inmiddels discussies gaande over het mogelijk verbieden bij wet van het betalen aan ransomware-makers. De reden dat het zoveel gebeurt is omdat er gewoon ook flink betaald wordt. Dus het loont om een ransomware campagne af te vuren op een bedrijf. Maar ransomware is niet nieuw. Tenminste, ik kan me herinneren dat ik het jaren geleden was het al upcoming dat het veel ingezet werd. Ja. En ik zie het de laatste tijd weer enorm veel op het nieuws. Is daar een reden voor dat het in één keer weer een heel hot topic is geworden in het journaal? Ja, ik denk dat de cybercriminelen beter zijn geworden in het uitzoeken van bepaalde bedrijven. De omvang van die ransomware aanvallen is groter geworden. Voorheen werden het vooral individuen geraakt door ransomware. En dat was meer omdat er werd geschoten met hagel, zeg maar. Dus gewoon flinke phishing campagnes waar dan een stukje ransomware achter zat. En doorgaans waren dat particuliere kleine bedrijfjes die daar dan intrapten. En daardoor minder in het nieuws. Maar grote bedrijven hebben hele grote budgetten voor hun security. Ja. Kunnen we dan stellen dat ze eigenlijk hun security niet op orde hebben, omdat het daar ook succesvol aan het worden is? Ja, als je door ransomware getroffen bent, heb je het gewoon niet voor elkaar. Dat is gewoon de harde conclusie. Oké, maar hoe zou ik dan als bedrijf moeten reageren op een aanval? Wat zou ik moeten doen? Nou, als je geraakt wordt door ransomware, dan beland je in een crisissituatie. En dan moet je er op dat moment gewoon alles aan doen om je data terug te krijgen. Ik kan me voorstellen dat als het eenmaal zover is, dat je alle middelen aangrijpt om weer up and running te komen.
Dus dan ga je volledig in de crisismodus en schakel je specialistische bedrijven in om te kijken of het nog mogelijk is om je data terug te vinden. Misschien moet je betalen, dat doe je dan. En dan is het heel belangrijk dat je razendsnel jezelf ervan verzekert dat de achterdeur die open stond, waardoor die ransomware is binnengekomen, dat die in ieder geval dicht is. En dat je jezelf er vervolgens van verzekert dat je op dat moment niet meer kwetsbaar bent. En dan begint eigenlijk de lange weg naar naar het voorkomen van herhaling en echt goed met je cybersecurity hygiëne van start te gaan. En dan even voor de leek. Stel dat ik zeg van, ik zit al zo'n verjaardagen, dan praat men erover en dan zeg je, maar dan zet je toch gewoon je backup even terug. Is dat ook niet meer mogelijk? Het is niet foolproof. Hè? Het is niet zo dat als je je backup goed ingeregeld hebt, dat je nooit meer door ransomware getroffen wordt. Het risico is dat ook je backup aangetast is. Je hebt natuurlijk het risico dat je backup niet werkt, dat je daar te laat achter komt. Dus het is zeker een van de maatregelen die valide is om je te wapenen tegen ransomware. Maar het is een klein kettingje in de langere schakel. Als we de vergelijking trekken met het mes op de keel, ransomware, dan ben je van tevoren al een paar dagen gevolgd door iemand. Want wat is jouw routine? En wanneer ga je de deur uit? En wanneer loop je op een rustige plek, zodat ik jou onder druk kan zetten met mijn mes, zodat jij je portemonnee trekt? Dus als je daar al waakzaam op bent, signaleer je veel eerder dat je mogelijk gevolgd wordt. En zo werkt het ook met ransomware. Als jij goed je beleid aanpast, zodat je de eerste signalen van aantasting al kunt zien, dan komt die ransomware maker er niet aan toe om ook daadwerkelijk die ransomware te implementeren in jouw netwerk. Ja, en dan kan het natuurlijk zijn dat we nu besluiten met z'n allen om te investeren in nog meer security. Maar het had natuurlijk wel eens kunnen zijn dat het slapend binnen is geweest. Is het op het moment dat het slapend binnen is, is het dan nog detecteerbaar met nieuwe oplossingen om het alsnog te voorkomen? Jazeker. Wat je vaak ziet is dat er het begint vaak bij een kwetsbaarheid in jouw netwerk. Misschien staat er een server aan de internetzijde open waar iemand aan zich niet zo heel veel kan doen. Maar als er eenmaal een landingsplek is in jouw netwerk, zij het via een kwetsbaarheid die geëxploit wordt, zij het via een gebruiker die onvoorzichtig is geweest met zijn wachtwoord, dan gaan ze vanuit dat punt gaan ze proberen om meer rechten te krijgen, toegang te krijgen tot meer onderdelen van jouw bedrijfsnetwerk, het in kaart brengen van jouw datagebruik, etc. Dus in de regel is men al veel langer binnen voordat je uiteindelijk die ransomware voor je kiezen krijgt. Dus als je dat, die lateral movement, zoals dat dan heet, die beweging door jouw netwerk heen, al kan opmerken, dan ben je al veel beter bewapend tegen dit soort aanvallen. En daar zijn gewoon tools voor, diensten voor. Dat kun je met processen afdwingen. Je kunt je medewerkers beter onderwijzen op het gebied van security. Dus er zijn zoveel middelen die je al kunt inzetten voordat je überhaupt je zorgen hoeft te maken om ransomware. Oké. En we hebben het nu over hoe we het aan de voorkant misschien zouden kunnen voorkomen. Maar op het moment dat het gebeurd is, wat is dan de impact op de slachtoffers, op de bedrijven en eventueel op de individuen van zo'n organisatie? Op bedrijfsniveau lig je in het ergste geval gewoon plat. Dat kan afhankelijk van de industrie waar je in begeeft per dag verschrikkelijk veel schade opleveren, financieel. Op individueel niveau kun je vaak je werk gewoon niet doen. Je logt in en je bent bezig met documenten, applicaties, etc. Als jij je werk niet kan doen, dan ga je zitten duimen draaien. En dan loopt je workload op en heb je het eventjes heel rustig omdat je niks kan. Maar daarna moet je al die werkzaamheden weer inhalen. Stel, die aanval heeft plaatsgevonden en dat heeft impact op de organisatie. Maar heeft een organisatie ook nog de plicht om dit ergens te melden? Ja, je hebt een meldplicht bij de autoriteit persoonsgegevens. Op het moment dat je getroffen bent door ransomware, moet je dat melden.
Hè, vaak gaat dat dan over het lekken van data, het op straat liggen van persoonlijke gegevens. Dit wordt dus gezien als een datalek. Ja, en dat is, weet je, als je het heel sec bekijkt, oh, je data op locatie is geëncrypteerd, is op slot gezet. Dus dat zou er niet op moeten duiden dat je data gelekt is. Maar juist omdat, hè, de autoriteit gaat er ook vanuit dat die hacker nog veel meer heeft kunnen doen in jouw netwerk. En dat potentieel gevoelige informatie gelekt is. Hij maakt waarschijnlijk een kopietje. En kan dat dan nog leiden tot boetes? Hè? Want de autoriteit persoonsgegevens deelt wel eens boetes uit in Nederland. Kan het dus additioneel op het feit dat je dus degene die jou gehackt heeft moet betalen, dat je ook nog aan de autoriteit persoonsgegevens een boete moet voldoen? Ja, dat kan. En dat is volledig aan de autoriteit om dat op te leggen of niet. Zij zullen bepalen of je nalatig bent geweest en in welke mate. En dan hebben zij de keuze. Het is niet in de regel dat je ook meteen die boete krijgt om jou daarvoor te beboeten. Maar je zou dus eigenlijk driedubbel getroffen kunnen worden. Hè? Dus ik moet en de hacker betalen en ik kan niet werken waardoor ik een stuk van mijn inkomsten mis. En dan zou ik additioneel ook nog een boete kunnen krijgen. Ja. Dus als je die som van die bedragen maakt, zou de impact voor een bedrijf veel groter zijn dan op de juiste manier met je securitybeleid bezig zijn. Absoluut, ja. En weet je, daarom is men wel echt heel erg bang voor ransomware. Want die impact voorziet, kan iedereen nog wel voorzien. Hè? Misschien dat ze niet 1, 2, 3 aan de autoriteit denken, maar dat is ook echt een factor. Ja, de financiële impact is gewoon gigantisch. Dat resoneert. Daar is men bang voor. Maar goed, het besef dat je... Ja, je moet je dus niet focussen op ransomware. Want dat is echt het allerlaatste moment dat je nog iets zou kunnen doen. Maar het begint gewoon helemaal aan de voorkant met je bedrijfsprocessen. De mensen die actief zijn en hun gedrag op digitaal niveau. En de inrichting van je IT-landschap. Daar moet je mee beginnen. En dus, welke risico's daar dan... Dus eigenlijk is het een soort drieluik wat je als organisatie voor elkaar zou moeten hebben. Ja. Dus je bedrijfsprocessen zelf, hè, dat zit dan echt aan de interne organisatie. Je hele IT-omgeving moet voldoen aan een aantal standaarden. Daar wil ik zo nog wel een vraag over stellen. En je moet je mensen op de juiste manier getraind hebben en leren hoe ze met security omgaan zonder dat het... Zonder dat het beperkend is voor de eindgebruiker. Ja, dat is eigenlijk het drieluik waar we in zitten. Ja, absoluut. En dan kijken we even naar het IT-landschap, hè, als we daar dan naar kijken. Wat moet daar, waar moet ik als bedrijf beginnen? Het allerbelangrijkste is, kijk, we digitalen steeds meer. Het IT-landschap wordt steeds abstracter, want ja, we maken gebruik van cloud-applicaties. Een deel van de infrastructuur staat in de cloud. Werknemers werken vanuit huis, dus die heb je ook niet meer binnen je veilige bubbel van het bedrijfsnetwerk. En dat bedrijfsnetwerk bestaat ook nog eens. En dat moet ook nog steeds op dezelfde manier beveiligd worden. Dus je begint met het in kaart brengen van jouw gehele IT-landschap. En dat zijn de medewerkers thuis met hun apparaten, hetgeen dat er in de cloud draait, je SaaS-applicaties. Maar ook je IoT-devices, alles is smart tegenwoordig. Als je nu een nieuw koffiezetapparaat aanschaft voor je bedrijfskantine, dan is dat ook gewoon een computer. En die heeft ook gewoon verbinding met het internet in een ongunstig geval. Klopt. Maar nou zal menig bedrijf denken, nou dat heb ik helemaal heel mooi. Ik heb een Excel-overzicht, daar staat alles in. Is dat voldoende? Of gaat het een stap verder? Heb ik hier software voor nodig of een andere aanpak? Hoe doe ik dit? Ja, dat kan met software. Je moet eigenlijk continu dynamisch in kaart brengen hoe jouw IT-landschap eruit ziet. Want het opspinnen van een nieuwe instance in de cloud is zo gedaan. Weet je, die Excel-sheet die ik voorzie dat je die niet continu real-time bij kan houden. En procesmatig gezien zorgt dat alles wat nieuw in jouw netwerk is, dat die de juiste security-maatregelen toegewezen krijgt. Dat moet je automatiseren, anders dan laat je steekjes vallen. Dus daar moet vanuit beleid naar proces, naar technologie al over nagedacht zijn. Dus eigenlijk is het, we kunnen hier eigenlijk stellen als een soort conclusie is, dat als ik als organisatie dit zou willen voorkomen, hè, dus in het kader van cybersecurity en met de focus even op ransomware, als ik hier wat aan zou willen doen, moet ik vooraan beginnen en kan ik het niet meer zelf. Ik heb hier experts voor nodig die hier iedere dag mee bezig zijn.
Ja, absoluut. Cybersecurity is iets breed. En binnen cybersecurity heb je allerlei specialismen. Op het gebied van beleid en compliance. Op het gebied van security awareness voor de medewerkers. Dan heb je natuurlijk de infrastructurele kant. Met alle tools die er zijn die kunnen helpen met het beter beveiligen van je IT-landschap. En dan tot slot heb je echt specialisten die met integriteit van je data bezig zijn. Dus het detecteren van verdacht gedrag. En dat tijdig signaleren en dat mitigeren. Dus dat zijn... je hebt een hele batterij aan kennis en mensen nodig om dat goed in te richten. De kans is zeer klein dat je die allemaal in jouw eigen bedrijf kunt kwijt. En dat je die kunt aannemen voor die specifieke taak, want het is gewoon veel te duur. Oké, dus eigenlijk als ik het even kort probeer samen te vatten, ook voor de kijker, is het... ransomware is eigenlijk een symptoom van het niet op orde hebben van je security hygiëne. Ja, juist. En als je als organisatie daar dus wat mee zou willen, dan zou je dus moeten beginnen met iemand verantwoordelijk maken of iemand inhuren voor je securitybeleid. Ja. En die gaat over de assen van proces, techniek en mens proberen het hele beleid te vormen over omtrent security. Ja, dat is juist. Ja. Nou, dat is een onwijs mooi bruggetje, want de volgende Talinders Talks gaat over de volwassenheid van het beleid. Hè? Dus beleid en maturiteit van je security. Dus dat is een hele mooie om bij de volgende Talinders Talks nog een keer aan te haken. Graag tot de volgende keer. Bedankt. Tot ziens. Tot ziens.